Welkom bij een item van de Dyna & CV vlog, een keer niet vanuit Limburg, maar helemaal vanuit Afrika, vanuit Gambia. En we zijn namelijk afgelopen maandag vertrokken op persreis met Corendon vanaf Maastricht naar dit prachtige land. Daar wil ik jullie toch wel uiteraard een terugblik op geven op die afgelopen dagen die we hier hebben mogen meemaken. En maandag kwamen we aan na een perfect verzorgde reis in de hoofdstad Banjul Airport. En met een kleine transfertijd van 20 minuten kwamen we toch wel aan bij dit prachtige Bellafon Resort. Het ligt dus om 20 minuten onder de hoofdstad. En nou ja, een prachtig resort met zeer mooie zwembaden. Direct gelegen aan het strand, zoals je achter mij kunt zien. Het is een 16-plus resort voor de liefhebbers onder ons. Met eigenlijk mooie suites met oftewel een balkon, oftewel een private pool. Maar goed, we zijn hier uiteraard niet om alleen maar aan het strand te liggen, dus we zijn zeker ook de nodige dagen in het binnenland ingetrokken. Dinsdag om te beginnen zijn we naar de Baobab-eilanden gegaan, of het Baobab-eiland is het eigenlijk. Genoemd naar de Baobab-bomen die daar groeien, zeer talrijk. We werden daar hartelijk verwelkomd, uiteraard met een glaasje Baobab. En ja, ook muzikaal door de lokale muzikant werden we prachtig onthaald. Vervolgens gingen we op een boottrip door de diverse kreken die daar liggen. Zeer mooie flora en fauna, prachtig om te zien. En daarna, als een kerst op de taart zeg maar, was er de plaatselijke voedoman, zoals we het bij ons dan noemen. Plaatselijk stamhoofd ook wel, die ons de toekomst voorspelde. En daarna sloten we de dag af met een wandeling en toch wel een bos kun je het echt noemen, jungle-achtig bos toch wel. En vervolgens terug naar het hotel. De volgende dag zijn we begonnen bij een schooltje, een gemeenschapsschool met lokaal opgezet, zodat de kleinste kinderen niet meer dan 1 kilometer hoeven te wandelen. Gelukkig had een van onze collega's, journalist Larissa, was zo slim geweest om een hele kast met speelgoed ook van haar broertjes leeg te maken en uit te delen. En daar waren ze natuurlijk zeer gelukkig mee. Vervolgens een vrij bijzonder tafereel dat je toch niet meer bij ons meemaakt. Dat was de grootste veemarkt van Gambia, waar eigenlijk handelaren het binnenland intrekken en bij families hun vee opkopen om dat dan weer hier in de grotere steden weer te gaan verkopen, zodat ook de families in het binnenland de nodige inkomsten daaruit kunnen verwerven. We reden vervolgens door met ons gezelschap, maakten we een stop in een klein dorpje waar we een lokale Afrikaanse dans te zien kregen. Je zag de competitiestrijd tussen twee groepen, uiteraard allemaal ludiek bedoeld. En daarna reden we door voor een tweede boottocht, maar deze keer op een rivier net op de grens tussen Gambia en Senegal. Wederom met een zeer mooie flora en fauna. Ja, en die tweede excursiedag sloten we af met een bezoek aan het vissersdorp Tanjil. Vissershaven, vissersdorp, waar vis binnenkomt. Oftewel meteen wordt verkocht, ofwel eigenlijk wordt gekoeld of gepekeld, zodat die langer houdbaar is. De laatste excursiedag begon met een bezoek aan een batik atelier. Een textielmakers zijn dat eigenlijk. Met hun uiteraard prachtige, felle Gambiaanse kleuren. En ja, wij mochten ook even meehelpen. Dus ik voelde mij toch wel even een Picasso. Heel even maar, heel even. Een bezoek aan Gambia is geen bezoek zonder een bezoek aan de vele markten. Er zijn er misschien wel tientallen tot honderden door heel het land. Wij bezochten er een paar, het is er echt enorm hectisch. Het zijn niet de markten zoals bij ons. Hoop geschreeuw uiteraard. Er zijn geen vaste plekken, iedereen zit door elkaar. Alle producten, vleeswaren, verzorgingsproducten, alles loopt door elkaar. Foto's maken, daar houden ze ook niet zo van, dus let daar een beetje mee op. Ook wel begrijpelijk, hè? Het is uiteindelijk niet haapjes kijken om het zo maar te zeggen. Die mensen beoefenen daar ook hun vak. Maar het is wel gewoon al mooi om daar rond te lopen en die indrukken op te doen. Kom, daar zijn we weer. Waar was ik met het verhaal? Nou ja, dan hadden we gistermiddag het geluk dat we iets vroeger terug waren, zodat we ook nog in de namiddag konden genieten van de prachtige faciliteiten hier bij Bellafon Resort en lekker even konden chillen. Conclusie, Gambia zeker aan te raden voor de zon- en zeeliefhebber, maar
pak ook zeker dat binnenland mee, want anders kun je even goed dichter bij huis blijven. Maar ja, zeker een aanrader en zeker nu dat het rechtstreeks vanaf Maastricht in 6,5 uur te vliegen is.